Yo, what's up mensen, ik ben Daniel en we zijn hier weer met een nieuwe video. Vandaag gaan we weer verder met Minecraft. Vorige aflevering, als je die nog niet hebt gezien, zijn we met een survival begonnen. Nou hebben we al een beetje ons huis in zo gemaakt. En ja, we gaan er vandaag mee verder. En ja, we zien wel hoe ver we komen. Ik heb verder niks in mijn inventaris. Even wat eten. Ja, een kippetje kan er wel in. Om nom 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 nom. Oh, lekker. Ja, ik heb de keuze gemaakt om aan elke kant twee deuren te doen. Waarom weet ik niet, maar het klinkt leuk. En ja, ik moet dadelijk weer even verder mijnen. Heb ik fakkels? Ja. Ik dacht dat ik wat hoorde. Is hij nog? G of I? Ja, F. Ik wil meteen Fries lullen. 1, 2, 3 en 4. Oh, ik denk dat we vandaag misschien diamonds zoeken. Diamonds halen. Wie weet. Ik kreeg een appje. Zit ik nou automatisch weer onderuit gezakt? Iets lager dan. Zoiets. Ja. Ja, het is alweer een tijd geleden dat ik heb opgenomen. Dus ik bedoel, het duurde voor mijn gevoel wel iets van, ik weet niet, 3 weken of zo. Totdat ik de eerste aflevering af had. Die is gisteren online gekomen. Dus ik neem dit op 16 oktober. Het is al spooktober, mijn makkers. Dus dat betekent spooky memes en dat soort dingen. Wat hebben jullie vandaag gedaan trouwens? Ik ben vandaag aan het werk geweest. Aan school doe ik namelijk niet meer. Ja, ICT vond ik blijkbaar toch helemaal niets. Ja, dingen doen op de computer vind ik hartstikke leuk om te doen. Alleen, ICT was echt veel te moeilijk voor mij. Dat merkte ik echt wel. Ik ging er ook niet meer met plezier naartoe, dus ja. Dan moet je gewoon de keuze maken van ik stop ermee. Ja, ik ben dus nu aan het weg. En dan in de tussentijd gaan we zien waar ik naartoe kan. Ik heb gisteren ook weer een oude video van mij teruggezien. Iets over Agario ofzo. Omdat we geen ene troll te doen hadden. En we niet wisten wat we moesten opnemen. Dus gingen we... Oh god. Dus gingen we Agario spelen. En ja, dat was nog tegen de tijd dat mijn microfoon heel zacht was, you know. Kijk, in de opname op OBS kan ik gewoon instellen van hey, mijn microfoon moet bij mij dan heel veel luider. Anders kun je mij niet verstaan. Dus ik pas dat zo aan, zodat jullie mij goed kunnen horen. Daarom hoor je ook het geruis op de achtergrond. In elke godverdomme. In bijna al mijn video's. Dus ja, dat is de reden waarom. Dus dat wordt een nieuwe microfoon kopen. Hey. Nee, het ligt waarschijnlijk ook al aan mijn computer. Hè. Ik bedoel, sommige dingen wat erin zit is van fucking 2011 misschien wel. Misschien nog ouder. Want wij hebben dat ding zo lang. Hij was eerst gewoon van de hele familie, zeg maar. Van hele gezin. Het was gewoon de algemene computer in huis. Nou, en toen op een gegeven moment was ik eigenlijk de laatste die we nog gebruik van maken. Dus toen zeiden we van, weet je wat, we geven hem gewoon aan jou. Tenminste, zo is het volgens mij gegaan. Nou, en hij is al een paar keer stuk geweest. 2 keer volgens mij, misschien ook wel 3. Oh nee, ik weet het alweer. Hij was een keer gemaakt. Hey Iron, nice. Hij was een keer gemaakt. Toen bleek die niet goed gemaakt te zijn. En dat er heel veel dingen moesten vervangen worden. Dus toen moest hij weer mee. Toen kreeg ik hem weer fris terug. Dat was dus eigenlijk de 2e keer gemaakt dan. Nou, en vervolgens hielp mijn voeding eens een keer mee op. Dus ja, toen kon ik hem ook niet gebruiken. Gelukkig heb ik dan nog een 360. Een oude 360. Een Xbox 360. Bedoel ik daarmee. Waar ik dan mijn tijd ook een beetje kan mee besteden.
Oké. Waar had ik het over? Oh ja, dat ik hier nog een 360 heb. Waar ik mijn tijd ook wel mee kan besteden. Dus, maar ja, een computer is altijd wel fijn, vind ik hoor. Kun je gewoon even... Kun je snel even een filmpje aanzetten op YouTube bijvoorbeeld. Of even snel een spelletje doen. Terwijl je bij een Xbox en PlayStation dat soort dingen meteen... oh, ja, moet ik dit afsluiten. En dat moet dan weer laden. En, you know. Bij op een computer gaat wat sneller. En ik heb ook Minecraft op mijn Xbox. Dus als ik ooit Minecraft wil spelen en mijn computer is stuk, heb ik altijd nog een tweede keuze. Even zien, ik had dat spel toen gekocht, omdat het net tegen de tijd was dat mijn computer stuk was. En ik wou Minecraft spelen, dus ja. Ik heb er wel veel plezier mee gehad natuurlijk, weet ik nog. Bijvoorbeeld, ja, vroeger. Eigenlijk, nou niet echt vroeger, het is misschien, ik weet niet, iets van 2-3 jaar geleden of zo. Toen had mijn vader nog een vriendin. En die vriendin had nog een dochter uit een andere relatie waar ik wel goed mee kon. Gingen we bijvoorbeeld Minecraft spelen op Xbox. Of Call of Duty, dat deden we ook nog wel eens. Ja, maar het werd niks tussen mijn vader en die vriendin. Dus ja, heel af en toe hebben we nog wel eens contact. Maar samen gamen zit er niet echt meer in, merk ik wel. Mijnen gaat al lekker hoor. Hebben al wat iron. Vandaag zit wel. Oeps, screenshot gemaakt, dat moest niet. 21 al. Godverdomme, doe ik het weer. Er zit een boerderwas. Oh nee. Oh, bliksem. Aan de andere kant, ik wil mijn huisje ook wel even afmaken, zeg maar. You know? Boei. Boei! Oh, een cave. Wat hebben wij gevonden? We hebben een cave. Wat leuk, joh. Oh, ik heb echt het gevoel alsof ik ieder moment moet gaan niezen. Nice. Duisternis. Hallo? Waar zijn de billenbijters? Oeh. Hallo, zombiemanen. Auw. Nice. Oh nee, niet een skeleton. Is het nou een skeleton? Nee, ik zie niks. Maar ze zitten hier waarschijnlijk ergens omheen dan. Iron is mine. Thank you very much. Kunnen we eindelijk wat armor maken, jongens. Maar eerst dan even een betere zwaardje en zo, hè. Betere pickaxe. Maar even zien, ja, 41, meer dan genoeg. Zien, volgens mij heb je voor full armor plus melee weapons iets van 3/4 stack nodig. Zoiets. Oh, wat is daaronder trouwens? Oh shit, ik ben nog niet klaar. Ik zag niks meer, maar ja, het is donker hè. What the fuck? Oh, zit hier een zombie op een hoek? Kan ook nog. Ah. Oh. Ik vertrouw het niet. Oké, let's go back. Even zien hoor, wat is hier nog allemaal? Oké, water. Water? Wil je me vergiftigen of zo? Ik heb gewoon even zin om te dansen. Ik wil echt leren hakken, man. Het lijkt me wel tof om te doen. Kom bijvoorbeeld al maar een bier hippie op of zo. Dan kom ik ervoor, hé, aan de kant, aan de kant, aan de kant. Ga ik daar mosje staan te hakken, weet je? Ik bedoel, je kunt altijd dingen leren. En ik heb het dan niet echt geprobeerd. Dus, het kan altijd. Ik wil eigenlijk ook nog wel even mijn huis proberen af te maken. Of heb ik dat al gezegd? Dat weet ik niet meer. Ik zie wel. Een beetje hard gewerkt. Een beetje weinig geslapen. Daar ook nog bij. Misschien slaap met. Misschien praat ik daarom zo slom. En heb ik last van spraakgebrekken. Spraakgebrekken. Oh jongens. Die twee eieren onder elkaar doet me weer denken aan een iron trap. Ah, kut.
Of je maakt gewoon een stone trap. Mijn god, lekker slim, Pip. Ja, ik ga toch sowieso nog een keer naar beneden, joh. I wanna be happy and I wanna get it on. Nee, ook niet. Oh nee. Oh, zo gaan we weer. Oh. Hey, duisternis, hallo. Hey, ja. Mooi. Dit kan ook even mooi de kisten in. Hoor je dat? Ik begin een beetje met een accent te praten. Shit, man. Waar moeten we dit van maken? Weet wat, fuck it. Gewoon van sparren, joh. Ik bedoel, een beetje buiten stijl blijven, you know. Gewoon heel veel ramen erin, you know. Ah, mooi wetter. Of net, jongetje. Ja, ziek. En vooral dat je wat bij drinken kan doen. What the fuck, de zon begint te schijnen, joh. Het is half aan het regenen en de zon schijnt. Half aan het regen. Nee, het regent en de zon schijnt. Ja. Hey, boot. Lekker, man. Oh, hallo. Bitch. Juist. Ah, man. Ik heb een tijd Minecraft niet meer aangeraakt. Echt serieus. Sinds ik die vorige opname heb gedaan, 10 september, heb ik daarna Minecraft niet meer aangeraakt. Niet één keer. Sinds vandaag weer. Dus, ja. Ja, het editen duurde echt een beetje te lang. Ja, bij deze video ook. Het is inmiddels al 19 november, nu ik dit nog steeds aan het editen ben. Dus ja, sorry daarvoor, hè. Ja, sorry daarvoor. 12, wat kunnen we hiermee? Eerst maar eens even wat armor. Oké. Boots. Ja, dank u. Wauw. Soms heb je serieus gewoon lag in singleplayer. Zag je dat? Het duurde heel even tot mijn boots gemaakt werden.